Vanavond in het AT5 nieuws vastgoedhandelaar Willem Enstra vermoord. Enstra werd vlak voor zijn kantoor aan de Apollolaan neergeschoten. Hij werd er jarenlang van beschuldigd de bankier van de onderwereld te zijn. Volgens getuigen toen was het een man in een rood vest die van dichtbij de fatale schoten loste. In 2011 arresteerde het OM deze vermoedelijke schutter, een internationaal gezochte Russische crimineel. Tot een veroordeling kwam het niet, omdat hij niet veel later in zijn cel aan een hersenbloeding overleed. Maar hij was niet alleen. Hij zou hulp gehad hebben van een aantal criminelen met Turkse roots. Een club Turkse mannen die bij elkaar kwam in Amsterdam-West. En daar hebben samengespannen, ook hebben gepraat over deze moord. Met daarbij aanwezig, jawel, Willem Holleder. Over hem straks meer. Vanaf morgen staan twee van deze mannen, neven van elkaar, terecht voor het medeplegen van de liquidatie. Een derde, volgens justitie hun baas, houdt zich waarschijnlijk schuil in Turkije, maar wordt ondanks zijn afwezigheid voor hetzelfde vervolgd. Waarom nu pas? Nou, omdat het OM eindelijk in zee is gegaan met een belangrijke getuige, iemand anders uit het Turks-Amsterdamse criminele milieu, die is opgenomen in een beschermingsprogramma. Dat is meteen de crux van het verhaal. Deze getuige noemt ook Holleder als de opdrachtgever. Ja, als je dat leest, ik heb die verklaringen gelezen en ja, dat komt toch een beetje niet heel stevig over. Dat zou die ook uit de krant gehaald kunnen hebben. De verdediging zal deze man dus wegzetten als een fantast, om zo ook de rest van zijn verklaring onderuit te halen. En dan dus Holleder, die wel al wordt vervolgd voor 5 andere moorden, maar niet voor die op Enstra. Eentje die plaatsvond vlakbij precies zo'n bankje waarop de twee in 2002 heimelijk werden vastgelegd. Kijk, de omgeving van Enstra, ik denk veel meer mensen in het land zijn er volledig van overtuigd dat Holleder hier achter heeft gezeten. Maar ja, je moet het technisch kunnen bewijzen. Dat mag het OM eerst gaan doen met de feitelijke uitvoerders. 12 dagen heeft de rechtbank ervoor ingeruimd. Uitspraak is op 18 januari 2016.